Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Welkom bij Noorderwien. Je hoeft bij mij een bijzondere gast om tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Hij is onderdeel van de band The Homesick, die Cracklin een nieuw album uitbracht hebben onder dezelfde titel. Wie de trerre in Riga trouwens, de eerste weer in 2017, Youth Hunt. De tweede, The Big Exercise. En ik had over de drummer van de band, Erik Woudwijk. Tegen met Elias Elgersma en Jaap van der Velde. Dat in 2012 dus de band in Dokkum oprichtte, The Homesick. En ik ben blij dat hij er is. Praat over de nieuwe plaat, passies, het leven in Dokkum en de boeten. Al wennen het ietsje trouwens in Duitsland. Daar komen we vast nog wel over te spreken. Mooi dat is de beest. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Ja, leuk om je te wezen. Hoe is het? Ja, het is helemaal goed met mij. Ja, dankjewel. Ben dit drukke team, juist net? Nou, eigenlijk is het... we gaan dan wel wat optredens steen. En vaak is het wel een beetje zo, als we optredens steen hebben, dan is het vaak wel wat drukker, omdat ik werk hier ook nog. En dan vaak, als ik dan die optredens haal, dan probeer ik die... Oeren die ik dan bij de band voor ben, soms eigenlijk een beetje te compenseren bij het werk. Kijk, eigenlijk gewoon een contract oeren. En dan soms binnen dagen wat langer bijvoorbeeld. Maar ik moet even zien of dat contract wat ik nou haal, of dat überhaupt haalbaar is. Want mijn basis is eigenlijk van, als het net lukt, dan kan ik nog de contract oeren wat naar beneden helpen. Maar het is vaak wel zo bijvoorbeeld, nou, maar ik bijvoorbeeld soms wat langere dagen werk je of... Wat voor werk doe je eigenlijk? Ik werk bij een bedrijf die apparatuur verhuurt voor lochtapparatuur, gloedsapparatuur, ledschermen voor evenementen, beurzen, festivals. En dat wordt dan eigenlijk gepland en opbouwd, bezinnen en arbeid. Oh, is eigenlijk een beetje een dienst die zij aanbieden. En ik ben eigenlijk meer van afdeling gloed. Maar dus ik help ook wel mij om alles op te bouwen en zat te krijgen als de klant het wil. En ik ben ook wel in de opslag om alles dan weer voor te bereiden of de matte ek dingen wil onderhoud gepleegd worden. Dus vrij divers. En dit werk is nou eigenlijk een logisch vervolg op die muzikantschappen? Of? Ja, het lijkt wel een beetje in het verlengde. Het is... er zit eigenlijk wel een creatief aspect om, bijvoorbeeld als zelf gloeddost voor een band. Op dit moment maak ik steeds dat ik dan net echt zo volle dol, omdat ik nog net zo lang bij dit bedrijf werk hier. Maar ja, het is echt een groot technisch aspect wat erom zit, maar het is wel podiumapparatuur, dus gloedsystemen of microfoons. Eigenlijk van alles, maar eigenlijk bijvoorbeeld stroom en dat moet natuurlijk al jaar goed wezen. Maar dus het, ik vind het wel leuk om een soort van daarmee bezig te wezen, ik mijn geloerd. Maar het is wel weer anders als het meisje van muziek. Maar het zit wel een beetje in dezelfde hoeken. En dat vind ik eigenlijk ook wel leuk, om het toch wel op een soort van, misschien wel een correcte oren manier, maar om wel een soort van daarmee bezig te wezen. Ja. Ben je een harde muzikant of net? Leeft als een muzikant? Pinkst als een muzikant? Of ben je aparte werelden? Ik denk wel dat ik misschien... dat iedere muzikant echt wel een beetje... zichzelf in de muziek weerspiegelt als hoe die als persoon is. Waarbij ik echt wel weer sezen had dat... als bijvoorbeeld... ik noem maar wat... Ja, zeker als bijvoorbeeld... succes had worst in de muziek,
Maar, en dan is het natuurlijk echt de keuze van wat voor keuzes meid ik, of artistieke keuzes meid ik erin. Als bijvoorbeeld dan eigenlijk dan vanuit in harte bijvoorbeeld bepaalde keuzes meidjes zoest, maar dan zoet ik wijze kinderen dat zij is van ja, maar dit is net wat verkeerd misschien. Dus ik denk dat echt best wel wat muzikanten binnen die misschien wel een eigen draai erom proberen te jagen, maar eigenlijk wel daar net helemaal 100% in gaan. Ik denk dat wij als band dat wel zo vol mogelijk proberen. Maar ik denk echt dat wij, hè, natuurlijk kist ik steeds van, ik probeer zo vol mogelijk dat wat ik, hoe ik zelf ben in de muziek lezen, dat kind natuurlijk. Dat is natuurlijk echt maar krijgt wat voor eindproduct als dat was. Maar het eindproduct, we proberen altijd wel zo vol mogelijk een zo'n eigen, dat wat wij meisje proberen we wel zo vol mogelijk naar zijn eigen hand te zetten en net een soort van dingen te kopiëren. Nee, maar dat ik in je gevoel heb bij de hoofdzicht is wel eigenwijs. Ja, dat is echt wel eens dat is echt wel eens wat je daar. Misschien is het echt wel eens dat het een beetje naar voren komt als mensen misschien of het beeld wat mensen van u zagen om qua interviews of wat we zelf ook wel om u te danken. Nee, maar ik vind eigen visie, dat vind ik heel positief, hè? Ja. Nee, maar je doet gewoon je eigen ding. Ja. Maar ik ken je materiaal, je albums, je EP's, je singles. Ja. En bijna één noemer had ik nog het gevoel die gaan een commerciële afwaging maken. Deze had ze dus kunnen om trot te breken of zo. Maar dat is mijn invulling, hè? Ja. Nee, precies. Hoe leeft dat in de band? Wij proberen inderdaad. Ik denk dat het muziek is voor u een beetje de manier om uzelf te uiten, zeg maar. En ik denk dat we allebei wel muziekliefhebbers binnen. Dat die afwegingen daarin voor u net echt relevant binnen. Dus we willen eigenlijk muziekmeisje, wij zijn meer echt naar dat wat we meisje willen. En ja, als het dan aanslaat of net, dat is dan maar krijgt hoe het erin. Maar dat is net waar wij dus op focussen in ieder geval. En ik denk dat zo echt wel zelf jammer vind ik. Als ik naar oren artiesten luisteren of nee hoor artiesten zoeken zoek die artiesten dan een stuk minder interessant vinden omdat juist die soort van verneinde dingen of soort van als ik naar je muziek luisteren vind ik juist leuk om dan te luisteren wat soort van die artiest dan zelf zeg maar, produceert naar je mate van hoe zij dan zelf zijn dingen omgaan of hoe zij zelf met dingen omgaan. Dat muziek is natuurlijk echt een hele soort van een manier wijzen voor mensen hoe zij mij, ik noem maar wat, bepaalde dingen omgaan of maatschappelijke thema's. Dat is juist echt leuk om dat dan iets van de artiest zelf daarin rond te jaren. En dat maakt het echt interessant, vind ik. Ik lees een artikel over, ik heb een jonge heren. Ja. Ik ben nog hartstikke jong trouwens, maar toch wel weer meer als senior samen. Ja. Ja, dat tiet hoort niet eens komt. Nee, absoluut. Nee, hoort in de gaten. Maar ik vind dat het verdij jeelde, maar jij in ieder geval dat nooit van je bent. Bands als Joy Division, Radiohead, heel wat waarderen. Kon je dat echt verdij trouwens? Wie dat echt dien smaak? Het is best wel. Op een gegeven moment komt zo op leeftijd dat ik mij dan eigenlijk wat meer voor muziek begon te interesseren. En dat wie dan eerst. Dan werd het eerst wel een beetje meer alternatieve muziek. Kijk, bijvoorbeeld Coldplay. Haak en Scoff heel leuk vinden. En dat, op een gegeven moment. Dan ontwikkelt zich dat een beetje trots. Dan krijg je meer artiesten te jaren. Joy Division, dat had mij zeker echt ongesprutsen. Maar dat is echt, maar soms ben ik een beetje met wat voor mensen ik in contact kwam. Want dan krijg je weer van oren mensen van, oh ja, ik is die band. En zo breidt dat echt steeds een beetje uit. Ja, wat draaien ze thuis graag?
Hoe oud? Ja, puberteit. Wat is de soundtrack van die jonge jeugd? Zeg maar. Oh ja, ja. Ik denk eigenlijk wel een beetje redelijk wat Amerikaanse indie bands, Engelse indie bands. Wat post-punk bands, denk ik wel. En MCN, ik zit in MCN. Ja, een band die er eigenlijk al heel lang voor mij zelf bovenuit stekt. Ik weet net als ik die in het puberteer toen al heel veel luisterde. Ah, ik denk het toen ik een jaar of 18 weer in ieder geval. Wow, dat is nog steeds mijn favoriete band. Dat is de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. En daar hiepen we mij. Ja. Goed, liever denk ik voor Peru. Wat spreekt die Derry Noemen? Of kist dat net beneden en is het gewoon smaak? Ik denk wel dat er zeker wel iets in zit wat mij eigenlijk wel aanspreekt. Is dat het is een soort van rucht. Eigenlijk de drums. Het is net echt groovend of zo. En wat mij wel aansprekend is dat ze het toch echt, als bijvoorbeeld soms een noemer yes, er zijn net hele schema's, want dan is er een refrein en dan is er een couplet. Het is meer een soort van ze weten mij altijd wel te boeien of zo, gedurende het hele nummer. En dat had er eigenlijk mij te maken, volgens mij door bepaalde opnametechnieken, hoe ze dat mij die tapes die erin, volgens mij eigenlijk soms krijgt een beetje op een bepaalde manier werd het altijd wat oors klinkt. En het is eigenlijk wel de manier van drummen, die waar ik wel echt een fan van ben. Er ben toch steeds altijd wel krijgt wat dingen. Soms is het gewoon in noemer wat een beetje waarbij ging er te verschillen binnen, maar er gebeurt toch heel veel in zo'n noemer. En dat is eigenlijk wel iets wat mij erg aanspreekt om hun muziek, dat ze toch zo volle dat het zo minimaal is, maar dat het toch zo heel interessant is om mij te luisteren. Leef eens naar die twaalfde plaat in, The Garden. Horseshit on Route 66. Ja. Heel grappig trouwens, want als er wat van opziek is op YouTube, dan zie je een clip met twee heren die een soort uiterlijk van Kiss. Ja. Maar de muziek is het zeker net. Nee. Dit prikkelt echt op een andere manier dan bijvoorbeeld DAF of net? Het is wel hele orde muziek, dus wat dat betreft. Het is, ik weet niet of het op een oren manier is, maar wat mij hier bijvoorbeeld onrespect is dat ik sowieso leuke muziek vind op mijn luisteren. Maar het is echt een hele beetje absurd, vrij volle absurditeit. En toch vind ik het best wel catchy, maar ik zei ze. En wat die muziek die hun meidje, die absurditeit, die spreekt me eigenlijk echt wel aan. Soms bij dingen in het leven vind ik dat juist echt wel een mooie manier om naar dingen misschien soms aan te zetten. Om het een beetje net serieus te nemen. Ik ben denk ik zelf wel dat ik wel vrij serieus ben soms in dingen. Net op een verkeerde manier probeer ik dat, maar en deze muziek helpt die een beetje om de andere kant te zien. Ja, precies. Van soms dan kist het echt weer weer een beetje sommige dingen in perspectief plaatsen of zo. En het leven, ja, wat is het leven of zo? Dat is echt wat bij deze muziek is. Het echt wel dat ik zelf al vaak wel een klimlaag op mijn gezicht van krijgen. Omdat ik dan denk van, ja, wat gebeurt hier al jaar? En sowieso vind ik die, ik vind het wel artistiek of sowieso interessant wat ze al jaar door. Maar ik ben er eigenlijk altijd wel vrolijk van. Die soort van muziek is echt wel een beetje soms een manier om op een andere manier naar dingen te sjen. En dat is wat deze muziek echt voor mij best wel biert, om zo maar te zeggen. On the side of the 66. Horseshit, yeah. On the side of the 66. On the side of the 66. 66.
Shit on Route 66, The Garden. Zit op het lijstje van mijn gast van Juwet. Erik Woudwijk, hij is onderdeel van de band The Homesick. Een trio. En ik moet zeggen, een van mijn favoriete bands hier uit Friesland. Wij ooit opgericht in Dokkum. Wen überhaupt een van hem nog in, net in wen het met in Dokkum? Nee, klopt. Jaap en Eens zijn in Leeuwarden. En ik zelf ben in Oldenburg. Dat is op ongeveer een uur en een kwartier van Grijns voort. Ja, en Wolfs Homesick Horn, nee, Dokkum of net? Mist het Wolfs mee worden? Ik zit in Shen. Ik vind het wel leuk. Ik ben er wel in de weekend. Ik wil dan repeteren wel in Grijns bijvoorbeeld. En ben ik wel gauw eens bij mijn ouders. En ik vind het dan echt wel... Ja, zeker. Ik was in de simmer. Dat had ik er dan onderwijs naar Dokkum in. Dat het dan, dan die landerijen, die zijn al vrij typerend natuurlijk. En soms is dat echt wel dat ik dan even een soort van dat rustjouwend is. En sowieso, ik vind het echt wel leuk om in Dokkum te wezen. Maar ik maak echt wel weer zeggen dat er dan echt wel weer weinig is. Dat ik daar dan wijn zoe. Er is net echt dingen waarvan ik dan steeds van... dingen die mij echt aanspreken. Ja, het had dan meer misschien mij bepaalde dingen te meisje. Dat dan herinnerd om dingen als een zij van... het is ook wel een beetje een historische stad. Dus het is wel leuk om een wandeling te maken. Ja. Hing er net op dit stuit net heel bot om. Nee. Want ik, dat vreet me al. Dokkum is natuurlijk een stadje. Ja. Zoals toen waarom op die puberjeugd. Dus naar de squalagangst en op stap en met de muziek misschien wel uiteindelijk. Zoals toen waarom op een soort... Had toen een plattelands jeugdhoorn van een gevoel? Of had toen een stads jeugdhoorn? Hoe had je dat beleefd? Ik denk toch wel eerder plat en los. Gary Ambitie, die kant uitging. De land draaien. Dat is echt natuurlijk. Dokkum is wel sted. Ik denk dat ik van beide net zo goed steeds kind van dat het plat en los is. Ik ken net steeds dat het echt sted is. Want... Nee, maar qua emotie even. Hè? Oh, hoe, zo. Hoe blikst er waarom nou? Van... Nou, ik denk... dat het wel, zeg maar, als ik dan steeds zo van platte land, dan ik ben nog nooit in een keet west. En ik ben nog nooit naar dwarsfeesten west. Ik ben wel eens één keer naar zo'n feesttent west. Maar ik ben eigenlijk nooit echt naar dwarsfeesten west. Dat jij dan was van orenmeester van, oh ja, dwarsfeest en jeugdhonk of een bepaalde vereniging of zo. Dus dat haak ik nooit echt... maar in onraking was zulke dingen. Maar als ik dan echt, ja, van me, als ik dan, als bijvoorbeeld, ken ik ook ons in Rotterdam of zo, dat die dingen die daar dan werden, daar was weer een heel onbod van uitkeer en dat soort dingen. Dus echt stads zoek ik dan echt weer net echt nemen willen. Maar hoe bist u dan te loren kwam in de muziek en uiteindelijk bij de band The Homesick? Want wist dus net een onderdeel van een bepaalde scene of een jeugdsoos. Nee. Of ik geloof wel dat er een muziekskwal redelijk belangrijk voor de bandfest is. Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Want Elias en Jaap en ik ben net echt actief op die muziekskwal volgens mij. Of we hadden net muziekles van. Boyen, Elias en ik dezelfde drummer die jaren. Maar dat wie net op die muziekskwal. Maar samen ben ik toevallig wel op Elias, ga ik hem leren kennen. Maar, nou ja, dat vreemd me wel. Hoe kom je hem dan bij elkaar? Ja. Nou, ik denk... Want Elias zit al in de band, volgens mij. Volgens mij die hij zelf over wat dingen. Ik ben net, volgens mij ziet hij toen nog net in de band. Maar ik wie op een gegeven moment eigenlijk op ziek naar je, liet mij leuk om in de band te spelen. Want hoe is het bij die drumstel uit te komen dan? Nou, ik hier al heel vroeger zit ik bij een drumband. Wist dat nog? Ja, dat die North Frisian Percussion Corps, volgens mij. Ik weet net precies, of Oranje. Ik weet net hoe dat heet nou. Hoe wist dat bij het Tolongen kwam? Nou, dat... ik weet het net precies, maar volgens mij liek het mij leuk om muziek te maken met mijn drumstel. Ik denk dat het vooral het instrument mij wel fascineerde. Maar op een gegeven moment toen weer het dat inval toen bij zo'n korps, zo'n drumband, dan had het vaak Ian
onderdeel van de drums. Of zoals bijvoorbeeld een bassdrum of een heel volle snare drum bijvoorbeeld. Als ik ook xylofoon, maak je dan een snare drum. En, maar daar ben ik op een gegeven moment van Augie in. En toen, maar op een gegeven moment toen skoftje ik net echt met muziek bezig geweest. Maar sowieso toen ik heel jong. Maar toen hiek het idee dat ik graag wel echt een drumstel woer. Ik weet niet precies, ja, waarschijnlijk sprukt ze mij dat ergens aan. Ja, want toen had je dus geen orde instrumenten. Na blokfluitles had ik gewoon, maar viel het net. Virtuoos. Nee. Ik kijk wel eens trouwens tussen trouwens een gitaar probeer te spelen of met mijn keyboard, maar dat die het net echt. Het ritmische is maar. Ja, ik denk het wel. Dat drumstel, dat sprukt ze mij in ieder geval heel gewoon. En toen ben ik dus op drumles gegaan. En ja, op een gegeven moment letter, toen liet het mij leuk om in een band te spelen. En toen had ik Elias via mijn drumleraar leren kennen. Maar toen voelde ik bijvoorbeeld toen vond ik bijvoorbeeld alternatieve muziek wel begon ik wat meer interesse voor te krijgen. Maar toen vond ik bijvoorbeeld Muse leuk. Radiohead misschien een beetje. Ja, Radiohead, daarna ik al wel wat. Maar toen werd het dan net echt, zeg maar in die begin tiert van toen wij al mij zien trein spelen, waar zelfs een schoft mij vrouwen persoon spelen. Toen leerde ik bijvoorbeeld dingen zoals New Wave of Shoegaze. Dat leerde ik toen meer een beetje van Jaap en Elias kin. En later wien er echt wel volle oren freun in Dokkum, die echt wel in een band speel. Je waren ook wel bandjongetjes, zeg maar. En ik denk wel dat wel echt altijd leuk weer. Dat zeg maar, ja, toen we op zo'n bandjongen speelden, de weer dan echt altijd wel iedereen die dan naar elkaar is muziek daar wel. En dat weer best wel wat goed bezocht of zo. Dus het wie net zo dat hadden we dan een keer een optreden die in het begin bijvoorbeeld, dat het dan zeg maar, we kregen er altijd wel voor, soort van altijd wel positieve energie van. In de zin van ik dat sowieso dat het leuk weer om optreden te doen. Maar het werkt altijd, we hingen altijd wel een beetje vriendengroepen samen. Waarbij we dan zulke dingen met z'n allen dienen. We horen de kamer reactie uit het publiek. Ja. Interactie. Hey, maar door dat het wel waardeerd is. Maar. Ja. Maar ik denk dat net heel belangrijk west is. In de zin van dat het dan, als er net mensen zijn, dan weer het echt net. Oh, je mag verschil maken. Lekker spelen. Ja, precies. Ja. Maar we kunnen wel spelen. En we hebben wel volle frunhanden die een beetje dezelfde muzieksmaak hadden. Dus een kistenkoor. Ik wil een beetje over muziek praten. En lezen naar je muziek in. Maar vooral denk ik nog wel bovenal dat via het internet dat we volle muziek wel gaan leren kennen. Ja, het internet zit natuurlijk vol met al je muziek. En ja, ik vol Amerikaanse band bijvoorbeeld, of Engelse bands. Bijvoorbeeld, ja, soms dan just ik van wat speelt het weer, dan is het een opziekje. En dan zit het just bij, ah, die band zit op dit label, wat voor oorartiesten zitten er nog op dat label bijvoorbeeld. En zaak is het via het internet ik heel veel muziek wil leren kennen eigenlijk. Ja, want als je de Wikipedia leest, dan is de oprichting hier 2012. Ja. Dat is intussen alweer verleend. Ja. Toen zie je toen echt nog, er was 15, 16 rond. Ja, ja. Dikke puber. Dus. Ja. Kun je je nog herinneren wanneer de band echt de band waard? Dus nou ik kan iets me voorstellen dat je iemand moet oefenen in, lekker spelen. Ja. Nou, je hebt misschien ook voetbal, brommers en vooral in ek ondertussen. Maar er komt denk ik altijd zo'n moment van, hey, nou ben we een band. Dan hebben we namen, we beginnen wat dwaan. Ja, ja. Wie dat eigenlijk al voort in het begin, dat je daar een uitsprutsen idee bij in of net? Ik denk dat we wel, ik denk dat we echt een idee hadden van dat we bepaalde doelen hier of zoiets. Je moet wel in een band spelen. Ja, we zijn wel ambitieus in de zin van dat we heel fanatiek zijn, denk ik. Maar zeg maar, op het begin dan repeteert bijvoorbeeld één keer in de week en dan. En dan is het echt, dat neemt dan eigenlijk nog net heel veel tijd in beslag. En het is best wel laagdrempelig. We hadden net bijvoorbeeld onze eerste EP of single hadden we net gelijk in de studio opname. Dat wie bij Elias thuis. Ja. Maar ik denk dat we wel heel fanatiek zijn. En dat, zeg maar, de wie voor de homesick trouwens?
Nou, heel even net. Dat is volgens mij eerst nog even een heel even... Nou, nee, volgens mij vanaf een jaar... Want ik ga en ik gaan elkaar eerst leren kennen. En via gingen we Jaap dan leren kennen. En toen Jaap erbij weer, dat weer heel snel. Maar toen volgens mij wie toen al de homesick. Wat wie het eerst dan? Ja, volgens mij Elias en ik haar ik nog wel eens wat dingen samen dienen. Of ik weet niet of Jaap erbij wie dat hij er Fridays volgens mij. Dat is ook wel heel kwaad West. Ja. Ja. Waar had de namen betocht eigenlijk? Volgens mij hebben we gewoon een keer op een dij dat we bij Elias Wien, daar repeteren we altijd en dan maken we dus naam ik op. Dat we daar gewoon mijn laptop gewoon wat dingen opzocht hier of zo. Of van, wat is dan een goede naam? Maar volgens mij ben we er nooit echt heel... Weer dat best wel lastig. En ik denk dat dat toen eigenlijk misschien wel een beetje praktische reden hier. Dat het bijvoorbeeld... Ja, zet er maar de voor. Want dat is een soort van praktisch ding of zo. Of, maar ja, uiteindelijk... We jouwen er echt net heel veel... we hechten daar net volle waarde aan. Maar ik denk dat... Ja, als ik nou zelf... Zeg maar, de bandnaam... Het is nou echt net dat ik nou een hele mooie naam vind of zo. Dus als ik dan... Die vraag krijg best nog wel eens. Van ja, hoe heet je een band dan? Ja, de Homesick. Dus net dat ik dan echt... bijvoorbeeld The Garden vind ik best wel een mooie bandnaam. Dus hoef je denk ik nog best wel volle... bij voorstellen kennen... waarom die naam dan kozen is. En bij de Homesick... Ja. Het weer en het is echt net echt het is natuurlijk het zei het echt net vol. Nee. Het dorp lokaaltje, daar geven we wat van draaien. Ja. Wanneer kwam het lokaaltje in die levens is, maar had dat pas recent ontdekt of al vanaf het begin? Je bent besteed al heel lang. Had een nieuwe plaat uit overigens. Trump in Makkum. Ja, zit ik hem even bij Maal van Orde hier in 80 actief. Ja, zeker. Ik ken van de band van de Friese Bries. Quad in Tiet. Zeg ik maar even als oude lul. Hoe best je hier omgekomen? Nou, ik weet ook net precies hoe dat ging is. Maar ik weet wel dat op een gegeven moment toen wel wat meer spuwing ging. En ik wil... we hebben bijvoorbeeld... Toen we nog net eens heel lang bestien, ben we een keer in Rotterdam was volgens mij. Volgens mij hebben we daar toen ook wel leden van de band Rats and Ruffs leren kennen. En dat is echt een band waar we zeker letterlijk vol mee spelen gaan. En dan, ik denk dat we echt met hun wel vaak gewoon hier van echt Nederlandse bands en zo. En ik weet echt net precies hoe ik dan de Doc McCalsie leren kennen, maar ik weet wel dat ik toen bij hun bijvoorbeeld vol spelen en zulke dingen dat toen echt wel... dat toen ik... wat ik me daarvan herinner is dat ik toen in ieder geval... Dokum Lokaaltje goed herinner en dat het volle luisteren. En dat we het hebben hoe hier en samen met hun eigenlijk. Want zij hier dan bijvoorbeeld de Rotterdamse bands. We hebben het dan hoe hier. Ik weet niet zo goed waar ik wil mijn Dokum Lokaaltje speel. Ik weet niet meer zo goed wat de eerste keer hier... We hadden toen bijvoorbeeld met Rats and Ruffs hebben we ook een optreden die in mijn Rats and Ruffs. Volgens mij wie dat hun toen wie zij op toen nemen maar hun album en toen weer een Dokum Lokaaltje en wij er samen nog bij. Toen hadden we dus nog mijn trein spelen. En ik ja zeg maar toen speelden wij echt nog mijn bas en gitaar en de muziek die leidde toen nog wat dichter bij elkaar in de zin van dat het nog wat meer postpunk gerelateerd weer. Ja, het is heel breed, maar het zit een beetje in dezelfde hoek. Tenminste, ja. Wat je me eerst dient. Ja. Intussen is dat bij hem ook wat terug ontwikkelen. Wat spreekt hij zo aan in het Dokum Lokaaltje? De soort van, ik wilde de speelsheid, absurditeit. Want zij zijn in muzikaal nog iets hoekiger, ja. Nog iets grilliger, nog iets meer breaks dan Jim, hè? Ja. Ja, dat, ik weet ook nog wel, als ik soms bij concerten die en dat ik dan echt... heel erg van genietskoer dat ik dan denk van, oh ja, wat gebeurt hier al een keer? Het gebeurt supervolle. En dat vond ik, ja, koe heel erg koer en kinning nog steeds heel erg van genieten. En een soort van hele misschien denk ik wel eigenzinnig is dan eigenlijk wel een woord die is voor broeken kist. Nou, eigenwijs en eigenzinnig. Ja. En ik hun muziek naar hele eigen horn zet. Soms inderdaad hele absurde dingen. Waarbij ze dan denken van ja, dat is juist wel iets wat mij aanspreekt. Dat een ding van
het is wel mooi om te zien dat zo van bij muziek kan alles en dat is Doc McCall is er wel een goed voorbeeld van dat er is niks wat net kan en ik bijvoorbeeld de onderwerpen best het soms hoe ha dat vind ik dan echt wel mooi om te zien van hoe zij dan op een best wel bepaalde thema's in een hele oor dialoog te weten te zetten. En hele, mijn humor. Maar ja, mijn humor, hele oor sfeer. Wel weg geëngageerd vaak. Zit ik wel best wel een laagje maatschappijkritiek in. Absoluut. En ik moest er heel veel denken onder in eerste woorden, de humor. Ja, ja. Je probeert de humor ook in. Hè? Ja, precies. En die humor is denk ik echt wel weer een manier... waarbij de functie van muziek, dat is dus ook vaak dat het die even net meer mij de alledaagse ding bezig liet wezen, dat soms juist dingen vanuit een ander perspectief kan. En zei dat op een hele speelse manier. En die humor die had er eigenlijk wel een grutte, of grutte, maar die speelde er echt een rol in, denk ik. Ja. Zij nog van het grutste part ook alles in het Fries. Ja. In het begin ooit nog eens een discussie geweest, die nog natuurlijk alles in het Engels. Als wij dat echt waans doen? Nou ja, is er ooit een discussie onderling geweest van of het in het Nederlands, Fries of Engels? Of is dat nooit een overweging? Ik denk dat het nooit een overweging is. Engels is... Ja, dat is denk ik echt wel... Omdat al die muziek die wij toen luisteren, dat wie het echt in het Engels. En ik weet het net zo goed. We hadden er nog steeds nog nooit echt Oehan of zoiets. Maar ja... Ik voel me echt voorstellen, kinderen, dat als we nou bijvoorbeeld muziek in het Fries of Nederlands doen, dat het echt wel heel oors field voor jezelf. Wat dat betreft is taal dan toch echt best wel iets wat best wel een ja, hoe zei je dat? Dat doet toch nog wel wat of zoiets, maar... Nou ja, de band is nog in Duitsland. Ja, ja. De band is Engelstalig. Nou, ja. Prima, jij, ik bedoel, ik vind het geen oordeel hoor. Ja. Hing het bot om het Friesk of net? Nee, eigenlijk net echt. Maar ik vind wel mooi dat er nog... ik vind taal op zich altijd positief. Het is... hoe meer taal, hoe beter. En het is echt mooi omdat taal echt vaak wel iets zegt over een bepaalde cultuur. En aan de ene kant hecht ik dan echt net echt waarde om culturen. Dat ik dan altijd denk van... iedere mens is ons en De dingen die ze doet, dat is natuurlijk hoe zelf things dat het dan was. Maar een cultuur is wel mooi om soms naar te zien en om soms te zien van hoe binnen cultuur en wat is voor mensen, wat is drijfveer voor mensen. En soms is inderdaad een landscape onderdeel van een cultuur. Of ja, dat kan eigenlijk van alles echt wezen natuurlijk. Dus kist er altijd wel volle ding uit, heel ja, het idee. En dan kist er altijd bij jezelf ding van, ja, vind ik dit... is het relevant voor mij in de zin van ben ik het eerst mij bepaalde dingen? Cultuur, het is echt vrij breed in de zin van als je naar land, als ik naar Duitsland ben en in Nederland, dan merk ik wel zeker wel culturele verschillen. En ik vind het echt wel mooi om naar die culturele verschillen te zien. Als bijvoorbeeld Jenshoes van Nederland had al meer een cultuur. Dat gaat ook wel via waarom in de geschiedenis. Dat is volgens mij een beetje ontstaan toen de dieken brutsen binnen. Dat er echt volle... het poldermodel natuurlijk. Dat mensen... dat er net echt een duidelijke hiërarchie is. Terwijl bij bedrijven is die er natuurlijk wel, maar
trot poldermodel haast natuurlijk dat volle mensen vaak inspraak ha in dingen. In Duitsland haast het hiërarchisch, ja. Kun je er wat mee omgaan? Ja, ja, zeker. Maar het is echt net. Ik nog uit, want die Friesland, nou ja, de helemaal het verhaal hoe de vrije Friesen in het hele vieren verliezen. Ja, ja. Daar accepteren ze helemaal geen bazen. Nee, nee. Die waren nooit in de kop. Ja. En los daarvan, maar dan komt het nog in Duitsland. Ja. Dus. Ja, in Duitsland, het is echt net zo dat of is dat onnoffelijk? Ja, ik vind dat kan ik rustig aan, hè? Ja, ik vond het juist echt leuk om daar te wijnen. Ja. Juist omdat het echt wat uitvoeren is soms ook leuk, hè? Ja, en het is iets wat mij altijd wil omsprutsen hier. Het is volgens mij bij Duitsland is het echt net als dat het per se merkt. Maar volgens mij had het bij Duitsland, de achtergrond is meer dat Duitsland is best wel een soort van land mij voor technische industrie. En dat weerspiegelt zich dan eigenlijk misschien, of nou, dat is natuurlijk eigenlijk een toeval, dat had er eigenlijk een beetje mij te maken, hoe de meesten misschien maar ding omgaan. In Duitsland is dat misschien dus iets meer dat ze een technische benadering hebben van dingen. En soms is het best wel leuk, ik kan dan bijvoorbeeld in Nederland bij DHL werken, en dan kan je in Duitsland echt precies bij DHL werken. Dan kun je best wel zien dat het is precies hetzelfde bedoel, maar de dingen in heel oors. Toch wel, hè? Ja, dus dat vond ik echt leuk om te zien, en ik vind het echt zelf leuk. Dit had mij altijd wel op een of andere manier oorsputsen. Dus. Ja, ik viel me daar wel thuis eigenlijk. Ja, ja. Dus, maar ja, aan de andere kant dan zijn cultuur, dat zei het echt natuurlijk niks. Omdat uiteindelijk is iedere persoon gewoon dat hoe die is. En iedereen had natuurlijk zelf, maakt het zelf zijn keuzes. Ja, de Duitser, de Nederlander, de Fries besteedt misschien ook wel helemaal net. Nee, maar toch is het echt wel weer. Maar in grote lijn, zet een woordpik naar zijn kleinkut, dan zorgt ook wel even verschil. Ja, ja. Maar iedereen is ook weer in de verdwel. Ja, en bijvoorbeeld zo'n ding zoals politiek binair en echt wel dingen die natuurlijk een best ongrutte rol spelen daarin. Dus die is het altijd vaak wel even waarom traceren, zeg maar. En zeker maar bijvoorbeeld politiek, dat is natuurlijk kist heel duidelijk zijn van hoe bijvoorbeeld politieke, hoe de politiek in een land inricht is. Dat had natuurlijk heel hele grote invloed vaak op hoe een land functioneert. Of ja, hoe mensen. Dat had natuurlijk een heel grote invloed op. Ja, op levens van mensen. En natuurlijk, het mooie van politiek is dan echt wel weer, tenminste bij een democratisch systeem, is dat er natuurlijk echt een weerspiegeling is van een bevolking vaak weer. Dus dat is echt wel weer mooi vaak. Ja, ja, de klassieker Vienna, maar dan uit via toch het Dokkumelokaaltje. En dat maakt het noemer Trijkersa interessant, wat ik zeg. Het staat op het listje van mijn gast van Juurt. Hij is onderdeel van een oortrio. Dokkumelokaaltje wie een trio en de Homesick Egg. Erik, want we zijn een beetje met die muzieksmaak bezig. Dokkum, best nou richting Duitsland verhuizen vanwege het werk. Maar eens even over de Homesick zelf. Is de Homesick in alweer verdien eigen gevoel heel wat verhoren of doch je in wezen nog steeds hetzelfde dingetje? Ik bedoel, je bent muzikaal wel wat verhoren, maar in die beleving, is het een hele andere band worden of doe je hem nog steeds hetzelfde? Ik denk dat we nog zo wat hetzelfde doen. En we proberen altijd wel uzelf, we proberen altijd wel vooruit te gaan. En bijvoorbeeld elk album proberen we wel uzelf weer een beetje om naar u te vinden, om samen te sezen. Dus in dat opzicht, hoe sezen kinderen, dat we nog steeds hetzelfde doel, waarbij we dus eigenlijk proberen juist net hetzelfde te blowen. Nee, maar ik heb drie albums, Big Licks, en een aantal singles uitgebracht en EP's. Ja. Bij alles kist voort vind ik wel jaren dat de Homesick is, en toch zit er ontwikkeling in, weet je. Maar is dat een organisch iets? Geert dat vanzelf of ben je daar echt intellectueel ik wel mee bezig van nou, we willen nog verrassen, want daar is die hem intussen echt bekend om dat elke keer ik weer helemaal los werd. Ja, ja, ja. Is dat een bewuste keuze, West? Ja, het is wel een bewuste keuze, denk ik, om altijd inderdaad weer naar zes om soms te zeggen. Ik denk dat we het al de trein wel heel
een beetje saai zouden vinden als we weer een soort van dezelfde lijn een beetje trekken in een nieuw album. In dat opzicht is dat wel een bewuste keuze dat we dat juist net willen. Maar hoe zo'n nieuw album dan ontsteert, dat is dan vaak wel een beetje... dat is dan net echt dat we dan heel duidelijk van tevoren dat bespreken. Dat is meestal een beetje hoe het zelf ontsteert. Maar bijvoorbeeld mij... Het gebeurt als het ware. We hadden dan vaak bijvoorbeeld wel, als we dan de studio ingaan, dat we dan vaak van tevoren bijvoorbeeld in bespreken van... de vorige album die we samen... Misschien is het nou leuk om meer dat te proberen. Dat, misschien dat we dan juist ook wel weer die ervaring een beetje dan... bespreken van oké, nou zou die me toen. Misschien kunnen we daar nog weer wat oren dingen op loslitten. Want is die rol als drummer heel wat verloren, door de jaren heen? Want als bijvoorbeeld naar je eerste jaren, ja. Dan ben je wat meer gitaar georiënteerd. Ja, en zeker. Proto-elektronica. Ja, ja. Maar de rear line daarachter zit een drummer. Ja. Ik vind het 16 tussen nog een drumstel gaan. Maar bist u vol elektronische drum? Bist u oors drum die je trodde hier? Of bist u misschien wel het fundament van de band? Nou, dat weet ik net. Denk ik net, maar... die prikkel in. Ja, nee, maar goed. Ik denk dat... zeg maar, meestal is het zo dat ik mijn drums een beetje... zeg maar, het is nooit zo dat ik eerst een drumbeat ha en dat Jaap en Elias dan daar muziek op maatje. Dus in dat opzicht probeer ik altijd zo vol mogelijk mij te spelen met wat hun voor melodieën ha of zulke dingen. Zijn dat iets hoe die karakter of hoe je in de muziek stierst? Of dat is eigenlijk wat volgzaam dus. Ja, maar ik denk dat altijd wel bij drummers zo is. Hoeft dat? Nee, ja dat loopt wel, maar... ik zou me net zo goed voorstellen, kinderen, hoe dat dan versus hoe. Ja, dat kind natuurlijk. Maar ik denk dat... ik probeer altijd wel een beetje zelf... qua drums wat te maaitje. Ik probeer er wel een soort van creativiteit in te lezen. Dat het net alleen nog een soort van... praktische is dat het... Nou, zoals drums exchange als een hele soort van... iets dat matte wezen, omdat het een heel soort van functionerend werkt het alleen nog maar dat er een beat wezen had van ja, oh, zo werkt het net of zo. Maar dus ik probeer er zelf wel een soort van meer in te lezen dat het alleen nog een soort van dat het er alleen nog maar is omdat het oors net werkt of zo. Nou ja, traditioneel, zoals die in de popmuziek zissen kennen, dan chargeer ik er wel enigszins dat de ritmesectie. Drums combinatie met de bas vaak sinds maar de fundering is. Ja. En daarop komt dan ja, dat is de gitaarsolos, de melodie. Ja. Nou, noem het alleen maar op. Maar ja. Dat is een beetje het klassiek beeld. Ja, dat is denk ik echt vaak wel. Maar ik probeer bijvoorbeeld dan wel... Maar daar heb je ergens wel boeten te bluwen. Nou, ik probeer soms dan haak... Ik denk dat bij de les al best wel vaak die rol ik haal. Dat het een wel functioneel onderdeel is. Maar ik probeer dan... op de momenten dat het kind vaak wel zelf nog misschien het proberen wat interessant te houden op dat het wel een beetje proberen om een soort van creatieve invulling om te gaan en ik misschien een invulling die voor mij dan zelf we hebben het eigenlijk eerder hoe hier dat het wel iets is west probeert een beetje die eigen ding in te lezen. En soms, waarschijnlijk ook dat soms best wel nog een beetje... Dat ik soms... Ik had nog wel gauw eens de neiging dat ik te volle dingen in de drums probeerde te lezen. En dat Jaap en Ezan zei maar van... ja, het is misschien een beetje te vol. Het mij wel... Kijk, wat minder. Het mij wel onsje minder. Ja, precies. Ja. Dus ik probeer echt wel... maar het is goed dat zij mij daarop corrigeren. Maar dus het is... Ik zou dat ik... misschien ben ik wat meer bewust dan hun, maar dat durf ik net te zeggen. Heel gevaarlijk om dat te zeggen. Maar ik probeer wel de totaal van de muziek wel een beetje nog voor eigen te houden. Dat soms dan, wat ik dan misschien te vaak ha, is dat ik dan een beetje te alleen nog maar bezig ben met of te volle inzoomen op alleen nog de drums. En daardoor. Terwijl soms juist minimalistischer volle better is.
Dus daar probeer ik op te letten. En natuurlijk is het echt goed dat Jaap en Elas dat we dat mij zien trainen. Door. Zij zit nou mijn hele bak elektronica zien worden. Ja. He, bij optredens. Ja. Bist u volledig analoog nog met een drumstel? Of ja. Neem je hem tracks op en dost er dan nog vervolgens wat mee? Hoe werkt dat bij jou? Nou, het is wel helemaal analoog. Jaap en Elias die werken echt nog met drumcomputers. Die zij... nou, dat is natuurlijk net analoog. Elektronische drumcomputers waar we in de studio wel. Ja, die had zij vaak op zelf in hun setup al. Maar in de studio dan is het vaak dat we de drums opnemen en soms nog wel nou, sowieso met effecten nog dingen door. Wat dat betreft is er net qua drums net heel volle verhoren. Maar het gutse wat er dus echt verhoren is dat Jaap en Edens echt nog drumcomputers broeken. En de partijen ben vaak tussen de drumcomputer en de drum, het akoestische drumcel ben vaak nog wel oors. Dus wat dat betreft is het een beetje parallel om elkaar. Maar het is net zo dat zij eerst een drumcomputer partij voorlezen en dat ik dan daarmee ontzag je. Of het is net dat ik eerst een drumpartij onlever en dat zij dan een drum iets in de drumcomputer is meisje. Het is meestal een beetje last van elkaar, maar het maakt natuurlijk wel samenwerken. Wat is dat voor een gevoel? Een live drummer of een studio drummer? Of ben beide voor jij wel oké en hetzelfde? Ik probeer het denk ik wel een beetje los van elkaar te zien. In dat opzicht, ik zoek net weten wat ik ben, maar... Nou ja, soms gaan mensen een echte voorkeur. Zeg. Ja, ja. Zit mij op een podium. Al wat het leukste is. Ja. Ja, dat vind ik wel een beetje lastig. Hoe staat het hier niet? Ik denk dat ik wel... in een studio is het wel... Dat is wel heel interessant. Er is heel veel... er is natuurlijk heel veel... nadenken van... Oké, nou, als ik nou dit doe... creatief... Of op een soort van artistiek niveau... Is er heel veel... Is helemaal uitleven natuurlijk. Maar toch ook die wat jij dat bent toch redelijk analoog nog steeds bij. Want net zoals toen die een partij opneemt in de studio, dat ze het vervolgens nog met al je software verknipst en verfilterst. Maar zeg maar, ja, misschien wat ik misschien ook nog een beetje bedoel is natuurlijk als de muziekmakers, dat is natuurlijk ook... Vaak als wij in de studio zitten, dan is die muziek echt al makker natuurlijk. Wat dat betreft ben ik dan net per se iemand die in de studio nog super vol veroort of dat soort dingen. Jaap en Elis, die haak ik nog wel wat meer ideeën vaak hoe effecten als ik. Ik ga dan vaak wel dat ik voor mezelf wel een beetje in mijn hol haar van... zeg maar, dus ik haak vaak wel een beetje een duidelijke mening van dan vind ik het goed of dan vind ik het net goed. Maar in dat opzicht ben ik viel me er net comfortabel bij als dat ik bij een studio nog heel veel dingen verhoor. Hoe meestal ik het voor mezelf of van tevoren een beetje in de hollen. En dat is eigenlijk wat dat betreft het meest interessant is dan soms wel een soort van dat meisje van de muziek. En dat is dan eigenlijk een beetje wat live. Dit voor mijzelf dan wel weer is een beetje een los ding. Omdat bij live is natuurlijk echt een soort van... dat kan elk optreden oors wezen. Elk live optreden is in dat opzicht natuurlijk... zit helemaal op zichzelf. Wat spelen ze die partijen wel eens oors live? Nee. Nee, eigenlijk niet. En ik viel me er, denk ik zelf, zei dat misschien wel een beetje wat over mij als persoon. En dat ik mij er net zo prettig bij viel. Om er nog een soort van. Ik hou wel van een beetje. Dat het van tevoren al een beetje vers leidt. En dat ik dat dan van tevoren een beetje onheid denk. En dat ik dan van, nou, dat is zelf dobbert. Jaap en Edes bijvoorbeeld, die door live dan had ze nog heel veel in dat ze improviseren en zo. Ontsporen die wolfs, maar dan op de goede manier? Ja, dat denk ik wel. En dan zit best wel als drummer en dan misschien met dat gefronste wenkbrauwen of net? Nee, dat net. Ik, als drummer kijk mij dat echt veroorloven misschien, dat ik dezelfde partij speel. Oké, die roemt haast dus wel in Holland. Dat ik... Nou, op een gegeven moment die S gewoon, dit gaat die kant op. Ja. Dat kist met dealen dus. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, nee. Ja, sommigen willen er ook een homo speaking. Nee. Nou, maar ik denk als drummer is het soms ook...
de drummer is nog de persoon die misschien waarbij het makkelijkste is om dezelfde partij trots te blijven spelen. Zij had dan meer melodieuze dingen en zij vinden, zij improviseren ik heel graag, maar dat is, ik zelf vind dat dingen wat lastiger om te improviseren, maar ik had het idee dat het zoals het nou gaat, dat het op zich best wel omdat ik drummer ben, dat dat best nog wel werkt misschien. En in de studio is het dus echt net zo dat ik vaak nog heel veel dingen veroordeel. Maar ik vind het wel interessant dat dat echt een soort van ding is waarbij dan echt wat ontsteert, zeg maar. Daar werken ze echt naar een product daar. En daarbij in dat hele proces dan komen er vaak echt nog dingen bij die ze natuurlijk nog net jeder in de oefenroom te jet haast. Nee. Maar dus hoe ontstaan je nummers eigenlijk, vreeg ik me al. Wordt er in de oefenroom en daarna in de studio eigenlijk voortbeduurd op het eerste idee wat ergens oors ontsteert of doe je het altijd bom met zijn traaien? We hebben vaak wel dat we in de oefenroom te mij een idee komen, meestal een sample of zoiets. En tegenwoordig gaan we daar vaak dan met zijn traaien dat we dan jammen gaan ermee. En dan proberen we eigenlijk een beetje wat dingen te verzamelen. We hebben dan letter weer een noemer van een beetje in elkaar kunnen zetten. Neem je hem alles op? Of lees je hem ding verste papier? Screw je hem noorden bij we nemen hem best wel vol op eigenlijk. Tijdens aan jam. En dan proberen we nog eigenlijk nice aan jam. Dan proberen we, dan luisteren we vaak wat dingen rond. En dan hebben we vaak van oké, okay, nou, je zit nog wat dingetjes bij. Dan kunnen we broeken. En dan geven we dat een beetje. Proberen we dan een beetje soms structuren in te maken, wat dan een noemer wordt. En dan vaak is het denk ik nog wel vol een beetje bijviel je om samen te zeggen, naar de tijd. Maar voorheen, dat is echt wel sinds zeg maar, dat we mij de elektronische setup zullen, dat we het nog meer jammen. Voorheen dan wie het meer al, dat we echt stukjes hier die we dan echt maar zien traaien onder koor een soort van noemer van maken. Toen we het van tevoren al leidt, al iets meer vast in welke richting het uitging en zo. We gaan met muziek draaien van die muzieklistje. Battles, Fort Greene Park. Dit weer voor mij nee, dus bedankt voor het saleren. Ik ben wat nieuwe muziek kennen en nieuwe groepen. Wat is dit? Wat is het? Het is wel... misschien, ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Het is sowieso, ik voel synthesizers, drums, gitaar. Het is echt wel een beetje, misschien wel een beetje avant-gardistisch. Waar komt het bij? Volgens mij uit Amerika. Amerika, ja. Ja. En dit is die smaak of is het inspiratie? Of? Dat is wel mijn smaak eigenlijk. Inspiratie. Ik vind het wel een inspirerende band in ieder geval. Ik ben net als ik het nou zou los. Ik ben net als ik het zou in op in. Steeds een keer van dit had mij echt geïnspireerd voor dit of dit. Maar ik vind het wel een inspirerende band. Amerikaanse band, zit op het listje. Nogmaals van mijn gast van Joert. Erik Erik Woudwijk, drummer bij The Homesick. Stond alweer produceren ze singles, EP's. En hun laatste album is Cracklin uitkwam. Zoals u die zelf als een popartiest of zag? Bist u daar bewust van? Of zoals u als een soort anti-pop
popartiest, anti-held of zo? Ja, ik zie mezelf net per se als popartiest. Nee, eigenlijk net per se. Maar het is eigenlijk net dat ik daar per se bewust heel erg afstand van neem of zo. Had je er ooit hoe droomd? Om het te worden. Nou ja, en ik ben al wel eens aan tour. Hier speel ik wel in het buitenland. Ja. Dus dan neem ik gewoon dat er toch iets van dat klassieke beeld komt van met drie jongens in een busje. Ja, ja, ja. De zaaltjes wat af. Ja, ja, ja. Heem dat onderling, de humor, de... Ja, ja, zeker. Ja, dat is eigenlijk ik wel... Dat vind ik wel heel leuk om online speel je dat. Om op orenplakken te komen naar je meesten ontmoeten. Dat is heel erg leuk. Is de band in dat opzicht een beetje familie worden? Ja, nou ja, zeg maar, de ben net zo vol persoon werk zelf volatieerd mij besteed. En ik net, ja, wij gaan, als op een tournee is, dan ben je natuurlijk per week op een per jouw kant een meter. En ik zeg maar, als we net goed met elkaar opzitten, Koen, dan denk ik ook net dat de... Dat op die manier echt zadwank is. Dus nee, zeker. En we kunnen ook wel heel lang bingo je vreunen. En ja, als popartiest is het net zo dat ik nou zelf daar heel gelukkig van word. Als ik nou echt... ik ben net per se iemand die het... Zeg maar, het is net dat ik het mij opzet vermijd of zo. Maar het hoeft voor mij net per se dat ik in de pictures zie of zo. Dat spreekt mij net echt aan. Geen grote droomhoeren, nee. Uitverkochte Ziggo Domes. Nee, tourbussen, dat net. Nee. Een private jet voor diezelf. Ja, ik word er wel even, maar ja, ja, ja. De glamour en de glitter kans is maar. Nee, dat spreekt mij eigenlijk net echt aan. Ik had dan wel zo aan bijvoorbeeld dat we dan bepaalde optredens hadden. Dat ik het gewoon, dat bijvoorbeeld ik mijn oren, artiesten of zo, dat ik dan... Nou, dat het publiek zich bijvoorbeeld wel goed vermaken, maar dat is dan ik merk van, oh ja, dat is wel een leuke sfeer eigenlijk hier. En dat binnen allemaal dingen dat ik dat wel leuk vind. Bijvoorbeeld soms bij optredens. Zeg maar bijvoorbeeld na corona, hier kijk net zo iets dat ik dan denk van, dat ik het per se het applaus miste of zulke dingen. Maar soms wel, als het dan een soort van hele positieve sfeer weer, dat is dan wel heel leuk, vind ik. Nou ja, je houdt op een gegeven moment een contract tekenen bij Sub Pop. Ja. Een romroft label uit Amerika. Ja. Best wel pretentieus label in dat opzicht. Christo, op een gekke manier, toch nou gebeurt het? Of Christo just iets van, oeh, het mag ook net de bot gebeuren. Als ze breken we terug in Amerika. Wat wie die emotie daarbij? Gevoel? Ja, het was een beetje naai al liggen. Dus we wisten net zo goed wat er ging gebeuren. We waren wel een beetje van bewust van... Ja, het is, misschien kunnen we nou wel naai kansen krijgen vanwege het label. Ja. En nou ja, wij zijn altijd wel zo dat we er wel voor gaan. Dus wat dat betreft, wie het wil, een mooie ontwikkeling. Kwam er een soort droom uit of net? Nou, nee, dat net. Uiteindelijk denk ik, het draait alsnog altijd om de muziek voor u. En dat is toch altijd het belangrijkste. En als het dan op wat voor label het dan uitkomt, dat is dan... Dat zei het verder niks over de muziek. En dat maakt het proces eigenlijk net anders voor u, tenminste. Het is meer dat het een soort van... ja, ik koos misschien een naai publiek bereiken. Meer optredens. Ja, in Amerika. Als ja, ja, ja. Behoorlijke bakermat van de popmuziek, laat ik eerlijk wezen. Ja. Ik denk dat waar ben ik wel eens in Amerika was net lang en ik net voor echt een tournee. Maar het was wel heel een bijzondere ervaring om er te wijzen. Ik denk ook als er een tournee haast, dat het wel heel, heel bijzonder is om waar ben je nou wel eens west voor een showcase festival? Dan zus het wel wat van. We zijn in Amerika west en we hadden er dingen schoen. Maar Amerika is natuurlijk zo'n gigantisch land. Dat als er echt wat van Shem was, dan hebben we nog maar zo'n niet stukje schoen. Bij zo'n tournee dan is het echt wat meer Shem natuurlijk. En
ja, het is natuurlijk ook een andere cultuur wat interessant is. En, maar het prikkelde net extra. Zo van, oh wauw, straks wereldtournees. We doen de Homesick Live in America. We zongen bij 40, 50 optredens. De grote venues. Nee. Dat is, uiteindelijk gaat het toch om de muziek voor u. En dan de rest is dan heel leuk, maar... Bijzaak. Het is dan toch eigenlijk een beetje bijzaak, ja. En ja, het is natuurlijk wel zo dat optreden vind ik echt leuk om te doen. Dat die had er echt wel een beetje, ja, die had er echt wel bij, vind ik, van in de band zitten. Want echt bij optredens, elk optreden zoest natuurlijk echt schenken als een soort van artistiek product, om zo maar te zeggen. Dat klinkt misschien wel een beetje ook rut, maar dat is toch een soort van presentatiemomentje. Maar bijvoorbeeld, als dan echt in de oefenroute bezig is na je muziek, dan is het steeds maar echt iets meidje. En proberen die zelf uit te dagen. Proberen om als band voor u te komen. En dat haast bij optredens en dat soort dingen wel minder. En zeker in Amerika is dan heel leuk wat ik echt zei, maar het is verder net per se iets dat iets zei hoe wat wij mij als band mij bezig binnen. Nee, maar ja, vertel die hartstikke in je van de treien. In dit geval, dit zei, nou, ik heb wel ambities en ik wil wel wereldberoemd worden. Ja. En smorik en een villa in L.A. en ik word de wereldhoer. Ja. Maar nou ja, goed, blijkbaar hij de Noorse aardig in dezelfde richting dus. Ja, nou goed, als wij... ik noem wat boekdeuren op een gigantisch festival. Dat is uw muziek, die is er net heel geschikt voor. Omdat het is toch wat meer in het te grote niche daarvoor. Om echt, zeg maar, binnen mijn grote festivals. Maar ik bedoel van, wij hebben net, ik zie net zo snel boekdeuren op Pinkpop bijvoorbeeld. Nee, maar ik is wel alles er rondwaan om daar nog eens boek te brengen. Ja, precies. Daar zit ik een tinkfase voor. Ja. Maar ik begreep om die woorden dat net een van de treinen er heel geforceerd mee omgaan wil. Dus nee. Als het je moet komt, oké. Okay. Ja. Maar net ten koste van alles. Dus. Nee, precies. Zeker de muziek net. We proberen de muziek los te zien van wat we daarmee dwang. Wat voor pakkingen of podia zeg maar, speel je kist. Ja. Ik noem maar wat. Als wij dat wel, als het echt per se, ik noem maar wat, op Pink van speel je kost. Dan denk ik dat het met deze muziek best wel lastig wordt. Dus dan zoest je er ook al muzikaal en artistieke keuze erin meisje had. Ja. En dat willen we wel voorkomen. De muziekmeisje die wij zelf leuk vinden. En die zelf dicht bij u zit. En dat is echt het meest interessante als ik zo naar oorartiesten. Dat ik dan echt denk van... er zit dan wel best wel meer waarde in dan dat is dan eigenlijk creatieve ideeën maar geen list om dat in het doel te bereiken. Ja, maar goed, ik heb menig band sneuvelen omdat de ambities op verschillende vlakken lijn. Ja, precies. Die ene woord dit en de oren woord linksom en de oren rechtsom. Ja. Maar best blijf, want Jim Ha, gelukkig de Noorzen in die zin in dezelfde richting. Ja. Dat hele subpop verhaal, is dat nou dingen? Het is in ieder geval qua release van het album. Het is net, ze brengen het net uit. Nee. Of ze had net uitgebracht. Dit doe je hem zelf. Ja, precies. Dus in dat opzicht wel. Maar we zijn wel van plan meer albums uit te brengen. Dus waar weet. Maar ja, bij Sub Pop, dat wie natuurlijk toen een beetje zou uitpakken. Dat toen kreeg mij een corona. Wie dat we die toen net dwang. Koen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook bij Sub Pop dat zij brengen alleen nog onze muziek uit. Dus in principe het enige wat wij doen is een muziekmeisje en dat is eigenlijk en optreden speel je. Dat is wat we doen. En of dan een label naar je stak komt, mij de vraag of zij het uitbrengen willen. Bij Sub Pop wing wij daar zelf ook wel enthousiast voor, omdat het natuurlijk ervoor zorgt dat de muziek die stoommakers in al je nou bijvoorbeeld platenzaken, in al je plakken lezen kennen en dan is natuurlijk het van Bob Dylan vader. Ja, precies. Ja. Maar dat boek is wat sluiten dus. We hadden het boek net dicht dien. Waar net het boek dicht dien, dus het is. Je hebt show. Best je altijd als er een samenwerking in de toekomst weer dat. Zie wel altijd iemand voor, denk ik. Maar het is het wat van hun kant komen, zeg maar. Ja,
En het is wel prettig dat je gewoon nou alles waarin eigen gewoon had, denk ik. Ja, ik zeg maar, ja. Aan de ene kant merk ik zeker wel dat als bij zo'n label Sub Pop is, dat dan echt wel de ja, voor mij maken dat Engels voluut, maar de worden dan bijvoorbeeld wat meer verwachten dat ze bijvoorbeeld bepaalde social media de dingen door en dat soort dingen. Net qua muziek vind ik helemaal niks. Dat koest gewoon zelf in eigen. Dat meisje was woest. Dus wat dat betreft, ik vond het net zo erg. Nou is het wossa dat we net per se meer met een partij samenwerken die er nog wat een soort van randzaken net de season had. Maar ja, natuurlijk het weer mooi om erbij te zitten. Omdat zij natuurlijk wel vrij was, zo zei. Dus dat waren niet koen. Aan de andere kant, ja, zeg maar, had er voor u net volle verhoring. In de zin van dat we nog steeds dezelfde muziek. Of nou, dat we nog steeds zelf de muziekmeisjes die we willen. Het is goed zo. Ja, zeker. Op naar de toekomst. Ja, zeker. Hoe zie je dat? Gewoon, zet je hem nou dwaande binnen. Je hem zelf verrassen. Spelen je, optreden. Je hebt het optreden, zeg ik, in Boetelon. Ja. Snon on zo paters. Ja. Dit is het wel. Even. Tenminste, de manier van dwaan en de manier van werken. Ja, ik denk dat het altijd. Dat, nou, we zijn nog steeds. Zit nog steeds voor mijn muzikale plannen en mijn nieuwe muziek. Dus wij, dat is eigenlijk wat wij leuk vinden. Muziekmeidje en optreden speel je. En ja, wat er dan uitkomt, dat zullen we in de toekomst. Maar vooral proberen wij dus een muziek te meiden die wij leuk vinden. We proberen zelf daarin vooruit te we proberen uzelf nou, verder te komen, u te ontwikkelen daarin. En ja, wat, hoe dat verder in de toekomst uitpakt, dat geeft ze. Tof dat de wierst. Ja, dankjewel. Alvast. We beginnen naar de laatste plaat van je listje. Deer Hunter. THM, zit ja. Het dan goed? Ja. Ja, gewoon een awkwarting. Ja. Nou, als dat nog even uitlezen worst. Ja, ja, Deer Hunter is sowieso een band die we alle tijden heel leuk vinden. Het is echt. Ik vind zelf wel een nummer die mij echt wel onsprutst in de zin van. Dat het altijd wel een soort van gevoel bij mij opwekt. Ik ken net zo goed omschrijven wat voor een gevoel, maar het spreekt me wel echt oor. En ik vind het echt mooi produceren eigenlijk. Dus ik hoop dat de luisteraars het ook een beetje waarderen kunnen. En ik waardeer zeer dat er wie is. Dank je wel. Ja, dank je wel. En succes met de hoop zeer. Dank je wel. Call and tell me why.